the blech, dar numai ei. Numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să blești. Dit is Els. Els stopt het Resia Lyceum te Tilburg. Ze houdt er heel erg van om naar aanwijskunde boeken over en over te lezen. Maar rekenen vindt ze nog fijner. Dan kan je er 's nachts voor wakker maken. Els doet niks zonder de SpongeBob-beker. Zonder die is ze verloren. De bammetjes die ze elke dag bij heeft, eet ze braaf op. Een bruine boterham met biologische kaas. Els geeft niet zoveel om haardracht, maar de kleding die ze draagt, vindt ze echt super fijn. Ze heeft alleen het gevoel dat ze niet wordt geaccepteerd zoals ze is. En dat zijn Priscille en Patrice, de popie jokies van de school. Loesa! Kijk, door zulke mensen heeft Els het idee dat ze niet wordt geaccepteerd als hoe ze is. Ik ben Els en ik ben een spontane meid uit Tilburg. Ik heb een mooie fiets met een fietstas. Ik vind het heel erg leuk om over cijfers te praten. Ik heb ook een clipje opgericht. De cijfers zijn oké. Okay. Hier steek ik mijn vraag terug voor populaire kinderen op school. Dit is mijn oranje auto die ik heb gekocht met het tuin dat ik heb gehaald uit mijn bijles. Hi, ik ben Patrice en dit is mijn beste vriendin, Priscilla. Wij zijn beste vriendinnen en zitten samen op het Resia Lyceum. We houden van scooterrijden en niet van deur. Verder zijn we vaak in de groep te kennen of bij alle winkels in de stad. Dat doen we natuurlijk niet helemaal eerlijk. We houden ook heel erg van biertjes drinken en bubbels natuurlijk. Ja, verder, zullen we wel even Priscilla's kanalen schot? Ja, is goed, darling. Ik heb met mijn contacten, de heer Hamers, een optreden gelanceerd, zou ik maar zeggen. Ik ga een liedje zingen van Christina Aguilera, Are You Beautiful? Want ik vind daar wel gewoon bij mijn persoonlijkheid passen.
waar ik zakje door mag. Kom maar even helpen. Nou, zoals ik al zei, dit is dus mijn auto. Dit is mijn grote steun en toeverlaat. Zoals je kunt zien, rijdt hij 45 km per uur. En dat is tevens het kenmerk. 45. Nou, ik heb met mij in contact. Ja, verder. Zullen we wel even breezes gedaan, schat? Ja, is goed, darling. Ah, lieve God.